onbekende jongensdroom. Ik ben natuurlijk al heel lang geleden liefhebber geworden van autosport. Kom uit een autonest. Uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Uitgerekend Huub Rothegatter, de latere manager van Jos Verstappen. Die woonde in hetzelfde dorp waar ik woonde, in Laren. En ja, die kwam ik op een gegeven moment tegen. En die moest Formule Fordje gespoten hebben. En dat was de kans om echt met autosport in aanraking te komen. Dus niet alleen kijken, maar ook er aan zitten. Waarschijnlijk de allergrootste doorbraak naar het internationale racen is gekomen door Jos Verstappen in 1992. Mede georganiseerd door Huub. En Jos heeft ons internationaal op de kaart gezet. Ja, en dan gaat alles ineens veel sneller. Veertig jaar is enerzijds gisteren, anderzijds zitten de lichtjaren tussen. Als ik bijvoorbeeld zie de drempel om autosport te gaan bedrijven is tegenwoordig veel lager. Dat komt mede omdat het gewoon een stuk veiliger geworden is. Maar dat daardoor impliceert het wel dat het weer veel moeilijker geworden is om uiteindelijk in de top terecht te komen. Vele individuele sporten zijn heden ten dagen zo ongelooflijk uitgediept. Dat je ook het psychische en het mentale aspect terdege erbij moet betrekken, want anders red je het gewoon niet meer. Kijk, de stelling, en dat is heel simpel, dat zeiden we vroeger ook al, wat er tussen in de hersenpan van een autocoureur gebeurt, daar kunnen wij niet tegen opsleutelen. Dus als dat nou maar in orde is, dan hoeven wij al minder te doen en dat is een voordeel. Om de twee grootste bij de kop te nemen, Jos en Max. Ja, dan praat je over een categorie autocoureurs van de buitencategorie. Weet je, dat zijn sportmensen en coureurs die hebben zoveel aanleg. Die kun je bij wijze van spreken gewoon zelf het bos insturen en dan gaat het. Het klinkt heel simpel, maar dat is het gewoon. Max was met zijn allereerste testdag gewoon de beste en dat was met Jos precies hetzelfde. En bij iedereen veroorzaakten ze een wauw-effect. Ze kunnen dingen met een auto die een ander niet kan. En als iedereen dan weet dat het pas zijn eerste dag is, ja, dan heb je zoiets van, oh, wat gebeurt hier? Onze laatste werkplaats hiervoor was in Huizen. Eind februari waren de eerste officiële testdagen voor F3. Toen zijn de F3-auto's in Huizen ingeladen en hier in Zeewolde uitgeladen. En vanaf dat moment af zijn we hier gestationeerd met alles. Het allergrootste verschil is dat we hier gewoon een zee van ruimte hebben. En daardoor gewoon heel goed kunnen werken. In Huizen waren we uit ons jasje gegroeid. We hadden daar een werkplaats van 180 vierkante meter waar bij krap aan 4 auto's binnen konden. En we hebben hier nu 8 auto's. Het leuke is natuurlijk dat ik in de loop der jaren natuurlijk wel eens bij een Formule 1 fabriek geweest ben. En daar ziet het er ongeveer net zo uit. En dan is het toch wel een heel trots gevoel als je dit zo ziet. Mijn kantoor zit hierboven en ik kijk vanuit mijn raam zo de werkplaats in. En dat is een fantastisch mooi gezicht.